Komende maandag spreekt landbouwminister Prahlad Sildin het personeel van visbedrijf SEAL over de verdere ontwikkelingen van de organisatie. Dit vertelde de bewindsman eerder tegenover journalisten. Het bedrijf is één van de twee staatsbedrijven die de deuren moet sluiten. De bewindsman geeft verder aan dat een jurist van het bedrijf ook betrokken wordt bij de besprekingen. Kijk, nu 4 weken geleden heeft de regering een lijst opgemaakt. Welke was voorbereid door de commissie daarvoor. Van welke bedrijven afgestoten moeten worden. Welke bedrijven geprivatiseerd zullen worden. En er zijn ook heel wat bedrijven erbij die op papier bestaan, maar verder een gekke activiteit uitvoeren. Toen is besloten om te starten met de eerste twee bedrijven als, als start, als proef. En tot een van die twee bedrijven behoort SEAL ook. Nu is een hele overleg gaande. Nu, zoals we hier staan, is de directie in gesprek met vakbond. Ik heb de RVC afgelopen maandag ontvangen. Met hun ook breed gediscussieerd over de pro's en de cons. Kijken wat hun mening is. Toen werd aangehaald van de volgende stap is vakbond. Dat vindt nu plaats. Komende maandag ben ik op het terrein van SEAL zelf. Waar ik de arbeiders ook wil toespreken. Sildin geeft verder aan dat de zaken transparant aan toe moeten gaan. Dit moet het geval zijn, ongeacht het verdere lot van het bedrijf. Hij benadrukt dat de partijen elkaar moeten vinden en de arbeiders uiteindelijk niet de dupe moeten worden van alle ontwikkelingen.